De struggle is real dus. Hallo lieve mensen, hier een experiment wat ik al heel erg lang wilde doen. Namelijk een maand lang heel veel water drinken om te kijken wat dat gaat doen met mijn huid. Ik heb op zich best een prima huid. Wel vaak rode plekjes en best wel onrustig. Dat zie je nu niet omdat ik foundation en concealer op heb. Ik weet van mezelf dat ik een slechte drinker ben. Ik drink echt veel te weinig water. En misschien heb ik gewoon al jaren mijn huid tekort gedaan. En is dit een oplossing om een stralende huid te krijgen? We gaan het zien. Oké, ik heb even aan Sarai Pannenkoek, voedingsexpert, gevraagd hoe ik dit het beste kan berekenen, wat ik nodig heb, hoeveel water. En er zijn dus twee manieren. De eerste is 40 milliliter keer je gewicht. Ik heb mezelf al 100 jaar niet meer gewogen, want ik vind dat dikke onzin. Haha, dikke. Maar laten we zeggen 64. Dat betekent dat ik dus 2,5 liter zou moeten drinken, minstens, per dag. Een andere manier is 1,25 milliliter keer het aantal calorieën dat je eet per dag. Zeg dat dat 2000 is. Is ook 2,5. En ik heb besloten dat ik voor dit experiment voor 2,5 liter ga, wat echt veel meer is als wat ik normaal drink. Nou jongens, daar gaan we. Eerste fles. De eerste dag voor deze challenge is meteen de best uitgekozen dag. Want wij reden vandaag terug van vakantie. Dus we zitten de hele dag in de auto. Super goed moment om heel veel water te gaan drinken. Heel handig gepland dit. Max? Ja? Moet blazen. Max? Moet blazen. Het is 9:30 en ik heb nog niks gedronken, dus goeie start Marije. Ik moet zeggen, ik vind water gewoon heel lastig om te drinken. Ik doe zelf altijd in de koelkast gewoon flessen kraanwater koud zetten. Dat is een stuk beter, maar dan nog vind ik het moeilijk. Hebben jullie dat ook of ben ik de enige zeur en aansteller? Anyways, ik heb dus voor mezelf bedacht dat ik 1/2 thee, 1/2 water mag drinken. Ik kan me namelijk herinneren, ik weet niet meer wie dat zei, maar iemand zei van dat je ook gewoon echt water moet drinken, omdat je je ramen ook niet schoonmaakt met thee. Dus dus dat je lichaam dat ook gewoon nodig heeft. Ik ben vandaag aan het filmen met de ladies van Chicks Love Food. En ik heb dus verteld dat ik... Wat? Zwaai altijd een bakweegschaal. Oh, ah ja, zo'n foodie ben ik. En ik heb altijd een bak stront in mijn handen. Weggegooien. Ah, de knippen eruit. En ik heb ze dus net verteld dat ik nog steeds niet aan mijn 2,5 liter per dag kom. Dus ik krijg nu ongeveer iedere 5 minuten een melding. Reminder. Dat ik weer het glas moet pakken. Drinken. Kan ik jou inhuren, Nina? Ja, meer. Ja? 5 euro per reminder. Dat is geen geld. Best wel duur water. Dan hadden we nu al 25 euro gehad de afgelopen uur, denk ik. Ja. Het is het einde van week 1 en ik heb mijn doel nog steeds niet behaald. Ik heb wel echt meer water gedronken dan normaal. Ik heb mijn doel niet behaald. Is het geen één dag gelukt omdat... Geen één? Nee, omdat ik gewoon dan druk en onderweg ben en dan lukt het gewoon de hele tijd niet. Dus, oplossing. Ik ga nu zo'n waterfles halen waar je zo van die dingetjes in kan doen voor een smaakje. Want ik denk dat dat beter is. Wateroplossing? Ja. Ja. Tam tam tam. Deze dus. Voor als je niet begreep wat ik net aan het uitleggen was. Oké, een update vanuit Malta. Ik ben hier voor een klus voor Transavia. En we hebben net 2 dagen gefilmd. Ja, hier komt weer echt een dikke faal update. Want het is me gewoon niet gelukt. Ook omdat het echt super onhandig zou zijn als ik de hele dag naar het toilet zou moeten. Want daar hebben we gewoon helemaal geen tijd voor om elke keer te stoppen. Dus dat is ook een beetje praktisch. Het is gewoon echt niet handig als je onderweg bent en dan zoveel water drinkt. Want je moet elke keer weer zo'n vieze wc in bij zo'n vies restaurantje. De struggle is real dus. Mocht je denken, nou, ik wil wat meer van Malta zien. Dan komt hier even een editje. Come on, let me see your hands in the air. Come on, let me see your hands in the air.
wonder boven wonder is het me al bijna 4 weken gelukt om genoeg water te drinken volgens het experiment. Yes! Winning! Ik kan het wel. Zie je wel. Kan het gewoon. Klinkt nu echt als een mega moeilijke opdracht. Maar past ook wel een beetje voor mij. Maar het is gelukt! Oké, ik heb inmiddels wat geëxperimenteerd met smaakjes. Want ik vind het toch een beetje lastig om gewoon water te drinken. Ik krijg het gewoon niet door mijn strot soms. Dus ik vertel je hierbij even snel over mijn favoriete combi's. Ik pak eerst altijd koud water. Schoon kraanwater, maar dat bewaar ik in een fles. Zo. En dan doe ik daar bijvoorbeeld een stokje kaneel bij. Zo. Super simpel, maar dat geeft echt een lekker smaakje aan je water. Een andere goede is natuurlijk om citroen erin te doen. En die kun je eventueel nog oppimpen met munt. Tadaa! En als laatste voor nu is om een paar aardbeidjes te pakken. En daar verse basilicum bij te doen. Klinkt gek. Maar is witty lekker. Hoppatee. Dat waren mijn tips. Laten we dan nu naar tips kijken van andere mensen om meer water te drinken. Hé, kat, doe eens even nog rustig, man. Mijn tips om meer water te drinken is neem een groot rietje. Ja, dan heb je sneller meer water binnen. Neem gelijk een fles water mee. En zet hem gewoon op je bureau naast je computer dat je hem altijd ziet. Wil jij meer water drinken? Dan heb ik de perfecte tip voor jou. Ben je naar de wc gegaan? Pak je meteen een glas water. Hier zat koffie in, maar dat maakt niet uit. En dan drink je dat meteen op. Koop een hele toffe bidon, fles die je algemeen toe wil nemen. Ja, dus je echt je accessoire. Ga je ook meer van drinken. Nou, iedere glas. Een glas. Veel mensen vinden water gewoon saai en niet zo lekker. Dus om het extra lekker te maken kun je er groenten, fruit of vers kruiden in het water doen en lekker laten trekken. En een glazen waterfles. Want plastic, als je dat een paar keer in de vaatwasser, dan krijgt het een beetje zo'n plastic smaak. Vaatwassers maken. Of een hele grote container en zet daar timeslots op. Ja? Elke keer zet je wekker. 12 uur moet ik het hier leeg, 1 uur moet ik het daar leeg, 2 uur moet daar en zo verder. Yes. Citroen, sinaasappel, gember, basilicum, verse munt. Ziet er gezellig uit, dus je pakt eerder die kan om hem in te schenken. En het is gewoon veel lekkerder, omdat je lekker fruitsmaakje aan je water hebt. Yeah. De oplettende kijker heeft gemerkt dat de meeste beelden uit deze video alweer een tijdje terug zijn geschoten. Maanden? Nou, dat klopt, want na een aantal weken de challenge goed te hebben uitgevoerd, dus genoeg water te drinken, heb ik weer foto's gemaakt en ik vond eigenlijk het verschil niet heel erg groot. Daarna ben ik nog een tijdje doorgegaan om te kijken of er alsnog verschil zou komen. En vervolgens heb ik heel erg lang getwijfeld of ik nou wel of niet iets met deze video zou doen en of ik hem live zou zetten. Tot nu, want ik besef me dat de boodschap eigenlijk gewoon hetzelfde blijft. Ja, je moet veel water drinken, want het is goed voor je lichaam, het is goed voor je huid. En nee, verwacht geen wonderen. Je huid reageert sowieso op allerlei factoren. Wat je eet, wat je doet, je omgeving, hoe je je voelt, je hormonen. Maar het is niet opeens nou een wondermiddel om een stralende huid te krijgen. Tuurlijk, je huid vindt het heel erg fijn als jij genoeg water drinkt en je bewust daarvan bent. En denk ook aan je stofwisseling en bijvoorbeeld werkende organen. Best wel prettig. Eén grappig feitje trouwens, wat ik heel erg merkte toen ik veel water dronk, is dat mijn make-up veel beter bleef zitten op mijn huid. Normaal heb ik na een kantoordag dat ik om 5 uur de deur uitstap en dat ik echt zo... Oh, charming. En nu dat ik meer water drink, zit het er eigenlijk nog veel beter op. Dus dat is wel een voordeel. Ja. Yeah. Heb je nog vragen? Laat het me weten. Bedankt voor het kijken en ik zie je volgende week. Bye bye!